Voilà, Maya, kom maar zitten. Ja, dankjewel. Dat was dik in orde. Je bloeddruk is perfect. Je gewicht trouwens ook. Je bent niet veel bijgekomen. Je voelt ook heel regelmatig de baby bewegen, ja, denk ik. Ja, beweegt veel. Ja. Oké, dan is alles in orde. Had jij nog vragen? Ja, ik had wel een aantal vragen. U had al eens gesproken over dat ik zou bevallen in Sint Augustinus. Ja, dat klopt. Dus de bevallingen in Sint Jozef gaan door tot 28 september middernacht. Nadien is het in Augustinus. Dus stel, je bent in arbeid, je komt hier om 9 uur 's avonds, je komt nog naar hier. Na middernacht moet je naar Sint Augustinus. Ah, ja, maar jij bent nu eigenlijk uitgerekend voor na die datum. Hè? Dus je weet al op voorhand, normaal ga ik in Sint Augustinus bevallen. Dus als ik te vroeg zou bevallen? Dan mag je van mij kiezen. Hè? Gezien dat je toch je zinnen al hebt gezet op Sint Augustinus, mag je eventueel ook dan naar Sint Augustinus gaan. Maar moet je heel graag hier komen bevallen, geen probleem. Zolang het hier open is, kan je hier komen bevallen. Qua bevalling, ik had al zo'n beetje in mijn hoofd toe dat ik het graag wou. Bijvoorbeeld dat ik graag mijn ween in bed zou willen opvangen. Kan dat daar ook? Dat kan daar perfect. De verbouwing die nu bezig is, is eigenlijk dat wij grote arbeidsverloskamers maken. En in veel van die arbeidsverloskamers zal een bad aanwezig zijn. Soms een kleiner bad, waar je kunt ontspannen tijdens de arbeid. En soms een heel groot verlosbad, waar je ook in kunt bevallen. Dus je moet eigenlijk een beetje nadenken op voorhand wat je wensen zijn. En als je graag heel natuurlijk, zonder epidurale en in een bad, je arbeid wil meemaken, wel, je moet dat gewoon op voorhand zeggen tegen de vroedvrouwen daar. En je krijgt een geschikte arbeidskamer. Zou ik daar ook al eens kunnen gaan kijken op voorhand? Of? Momenteel is dat nog niet mogelijk, omdat de verbouwingen nog bezig zijn. Naar de toekomst toe komt er een raadpleging bij de vroedvrouw. Er zal een raadpleging georganiseerd worden dat je een vroedvrouw kunt zien, uitleg kunt krijgen over arbeid en bevalling, specifiek voor Sint Augustinus. Aan het einde van die raadpleging ga je dan ook een rondleiding krijgen. Ja. Wat er wel bestaat, nu al, dat is een infoavond. Dus elke derde maandag van de maand is er een infoavond waarbij dat een vroedvrouw, een kinderarts, een anesthesist en een gynaecoloog alle uitleg komen geven over bevallen in Sint Augustinus. En op het einde van die infoavond kan je je trouwens inschrijven, zodat ze op voorhand weten dat je gaat komen. Nu, dat kan je ook op een ander moment. Je kunt eventueel naar het onthaal gaan en je daar inschrijven. Dan is dat al administratief in orde voordat je komt. Ja, maar dat is niet verplicht, dat inschrijven. Oh, weet je, als je vergeet je in te schrijven, mag je toch nog komen bevallen, hoor. Maar het is toch beter om dat te doen. Ja. Mijn partner kan die eigenlijk continu bij mij aanwezig blijven. Dat is zelfs de bedoeling. Hè? We willen hem erbij betrekken. Vanaf de eerste seconde van de arbeid tot de bevalling is hij meer dan welkom in de arbeidskamer. Ook bij de bevalling proberen we hem dikwijls erbij te betrekken dat hij bijvoorbeeld de navelstreng mag doorknippen als hij dat zou wensen. Als het gaat over mag hem blijven op mijn slaapkamer na de bevalling, dat is dan enkel mogelijk in een éénpersoonskamer. Ja, als je de keuze maakt voor meer persoonskamer, is dat helaas niet mogelijk. Alleen al omdat er privacyproblemen zouden zijn met je buurvrouw die ernaast zit. Hè? En qua begeleiding naar borstvoeding toe en de verzorging van ons babytje, is dat hetzelfde als hier in Sint Jozef? Ja, we streven naar één beleid. Dus als je de keuze maakt voor borstvoeding, dan gaan we je daar 100% in steunen. En je mag eigenlijk er wel op rekenen dat je dezelfde begeleiding krijgt dan je hier zou gekregen hebben in Sint Jozef. Is alles duidelijk dan? Ja. Oké, perfect. Nee, dan zou ik voorstellen dat je nog eventjes een afspraakje maakt voor de volgende keer. Ja, moet ik hier in het ziekenhuis terugkomen? Ja, op dat vlak verandert er niets. De raadplegingen hier blijven bestaan, zelfs na het verhuizen naar Sint Augustinus. Dus je kan altijd hier terecht. Ook trouwens, de privépraktijken verhuizen ook niet. Hè. Daar kunnen de mensen ook nog altijd terecht. Dat verandert niet. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Tot ziens, Maya. Ja, tot volgende keer. Hè. Tot volgende keer.